Hoi, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Proefwijzer. In deze serie ga ik voor jullie producten reviewen en ga ik ze dus testen. En vandaag gaan we het hebben over paardrijbroeken. Want de meeste van jullie zullen vast wel een paardrijbroek hebben met een normaal zitvlak. Maar tegenwoordig heb je ook zitvlakken die je helpen om beter in het zadel te blijven zitten. Zo heb je een kunstleren zitvlak, maar volgens mij heb je ook echte leren zitvlakken. En je hebt ook een anti-slip zitvlak. En je hebt vast nog wel meerdere dingen. Maar vandaag gaan we het hebben over de kunstleren zitvlak en het anti-slip zitvlak. Wat een woord. We beginnen met deze paardrijbroek die ik nu aan heb. Deze is van QAP en heet Suzanne. En hij is in de kleur indigo, als ik het goed uitspreek. En deze heeft dus een kunstleren zitvlak. En die gaan we nu eventjes uittesten. Noora en ik hebben wel een zadel die van kunststof is, dus hij is niet van leer en ik weet niet of dat nog echt kan verschillen. Maar misschien is dat een leuk idee om voor een andere video ook een keer te gaan uittesten. Of daar nou ook verschil in zit tussen een zadel met kunststof en een zadel van leer. Nou, kom Noortje. Ik ben er nu dus mee aan het stappen en ik merk nu al wel dat het iets steviger zit, maar het is niet een heel groot verschil of zo. Dus ik weet het nog niet echt. Ik ga tenminste zo even een drafje doen en dan een galopje en dan kan ik jullie zo wat meer vertellen. Ik rij vandaag Noora even niet aan de teugel omdat ik echt puur wil letten op mijn grip in het zadel. En dan wil ik me gewoon kunnen concentreren op mezelf, om even zo te zeggen. En dan ga ik dus even niet Noora aan de teugel rijden. We gaan nu even draven. Kom, drap. Ja, goed zo. Ik merk op zich wel dat ik iets steviger zit, Wel beter dan net in stap, want toen was het verschil heel klein en nu voel ik het al wel iets beter. We gaan zo even een galopje doen. Het scheelt ook wel dat Noora niet echt hoog opgeeft. We zitten ook wel lekker in galop en zo. Nee, maar ik merk wel dat ik bij deze broek wel wat beter in het zadel zit dan met de normaal. Nou, en dan gaan we de andere broek maar eens uitproberen. Ik heb nu broek 2 aan en die ga ik nu even testen. Ja, hij is ook van QAP en heet Lisa. En hij is in de kleur anthraciet. En zoals je ziet is dit een soort van siliconen. En dit zou dus anti-slip moeten zijn. Dus die gaan we nu even testen. Ik voel het eigenlijk al echt meteen dat ik een soort van aan het zadel word geplakt. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet uitleggen, maar ik merk het in ieder geval echt meteen. Kom, draf. Ja, braaf. Ik merk op zich wel dat ik stevig in het zadel zit. Maar zoals ik net al zei, Noora die geeft gewoon bijna niet op. Dus dat scheelt gewoon al. Maar alsnog merk ik het toch wel. Ik blijf dan niet zozeer echt heel erg plakken. Maar misschien zou het ook helemaal niet slim zijn dat je echt blijft plakken of zo. En het zou ook best kunnen dat in de galop je dat meer voelt. Dat je echt wel vastplakt aan het zadel. Maar ik denk in de draf is dat niet zo handig. Vooral als je gaat licht rijden. Kom door, even doorlopen. Ja, goed zo. Maar ik zit op zich wel stevig. Ik merk wel dat het wel helpt. Kom, galop. Ja, goed zo. Dat is prep. Oké, ik word dan niet echt in het zadel vastgeplakt. Maar dat vind ik op zich wel fijn. Maar ik blijf wel lekker op mijn plek zitten, naar mijn idee, door deze broek. Dus dat geeft wel een fijn gevoel. Kom hoor.
Dan zal ik jullie nu heel even mijn uitgebreide mening geven over deze twee broeken. De eerste, zoals ik al zei, ik merkte in stap toch niet echt verschil met een normaal zitvlak. Maar uiteindelijk merkte ik wel dat ik meer grip had in het zadel en dat vond ik echt heel fijn. En dan met de tweede broek, merkte ik wel dat ik veel meer grip kreeg. Het heet ook echt anti-slip zitvlak. Dus ja, dat staat er natuurlijk voor dat je gewoon meer grip hebt in het zadel en dat had ik ook echt. Gelukkig was het niet vervelend grip, want ik was wel bang dat ik echt in het zadel zou blijven plakken. Ja, terwijl je ook wel een beetje wilt kunnen bewegen, maar gelukkig kon dat ook wel. En verder zaten de beide broeken heel lekker. Dus ik ben eigenlijk heel tevreden over deze twee broeken. Ze zijn van QAP en wil je daar nou meer van vinden, dan kan je heel even in de beschrijving gaan. Er staat een linkje naar de website van QAP. Oh, Noortje. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan tot de volgende keer. Doei doei!